klaar voor, ze zijn klaar, hè. De rest is een beetje te kieken. Nou, daar ben je weer opzetters voor. Frisuur allemaal, hè. Ja, dat zien we al heel veel. Maar kom weer naar Gamsbaan. Ik sta alleen maar rijden aan. Ik kom maar op. Oh, waar zijn jij? Jij begint. Ja, je kent morgen al, ik heb deze brand, deze hoofd. Maar toen was hij wel een 100 jaar ook al. Zo. Toen was hij nog gekomen, ja. Hij is nog 60, komt deze? Ja. Oh, komt hij bij jou? Ja. Toen was hij een oliebollen, dan kunnen we aan de balk zien, want de balk is helemaal zwart. Zwart, ja. Een oliebollen zit een kachel in. Dan gaan ze er ook straks voor de balk. Dan ga je mee, maar ja. Mooi, hè? Ja, dat is een verblijf. In die tijd ook al. Ja. Tegen het afbranden, moet je al die maatregelen nemen, dan krijg je alle ritmen. Ja, dit is dan de eerste tevoren uit Molenaard, Jan Antonie Tervoorde. Dat is 1905. Ja, en dit is Jan Antonie van 1942. Goedemorgen. Kom hier. Hoi. Hoi. Jan. Hoi. Hij nog wel hier. Die trappen. Dat is toch wel heel erg fijn stelt. Van uit trappen, hoor. Nee, maar ik ben weer bij de Kiel een keer aan het werk gezet. Ik moet dat niet. Luister even naar de minuut. Dat is wel de enige wat zeker. Zo duur dan? Nee. Ik kan hem voor de reden hebben. Nee, dat is altijd gezellig. Hij maakt zelfs kanonnen. Nee, dat is best wel gevaarlijk, maar dat is ook. Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij, ik probeer steeds te zeggen, de Windlust, bij Windlust, Korenmolen Windlust. Ik heet u welkom namens de Stichting Overijse Molens. Daar ben ik bestuurslid. En heel even zijn wij de gastheer op andermans grond bij een andermans molen. Maar de Stichting Overijse Molen organiseert al bijna 25 jaar jaarlijks een Overijse Molendag om extra aandacht voor onze cultureel erfgoed, de molens, te krijgen en te bewerkstelligen. Dat doen we ieder jaar op een andere locatie. En dit jaar is het Windlust. En waarom? Het is een molen die pas gerestaureerd is, heel mooi gerestaureerd is.
staat er in bovenin die brand. Sociaal aspect heeft. In de gemeenschap, maar ook een bepaalde groep die gebruik maakt van het ambacht voor hun eigen cliënten, heet het dan, hè? En de omgeving en de gemeenschap. We zullen de heren die verder spreken, zullen daar verder op ingaan. Even een stukje geschiedenis van deze molen. Gebouwd op deze plek een molen in 1861 en al snel verbrand, een blikseminslag. Een lot dat duizenden molens in Nederland ooit trof. Altijd werden ze herbouwd. En waarom? Omdat ze heel belangrijk waren. Het eerste industriële apparaat, machine, die heel veel dingen voor mensen deden, konden doen. In plaats van spierkracht en machinaal. Dus die molens werden snel herbouwd. Deze molen brandde af. En al snel werd er een molen gekocht in Oosterhesselen. En die werd in 1878 werd die herbouwd. Dus die molen is richting 150 jaar oud. Alleen, hetgene wat ze kochten, een oude oliemolen, uit Oosterhessel, was al 100 jaar oud. Dus hier staat een hele oude dame. Kunnen we ons niet voorstellen, dus we praten over 250 jaar geleden werd het geraamte van deze molen werd al gebouwd. En toen ze kochten werd die op 7 boerenwagens, werd die uit Oosterhessel hier naartoe gebracht en herbouwd als korenmolen, terwijl het oliemolen was. Nou, ik weet uit die 16 jaar, 20 jaar ervaring dat ik met molen bezig ben, dat er een groot verschil is en dat er heel wat uitmaakt. Maar goed, hij staat heel fier. En heel goed in gebruik. En dat is wat we molen, bij molenmensen, molenliefhebbers, bijzonder vinden. Dat hij ook zijn oude ambachten helemaal doet. Niet allemaal met spierkracht, maar wel met wind. En wat eruit komt en het wordt gegeten. We openen straks deze officiële dag, de officiële opening van deze molendag in Overijssel. Boven op de stelling. De heren genodigden, voorzitter van de Baalderborggroep, de burgemeester, Peter Snijders. Pieter van der Vinnen, die lichten de vang, hopelijk blijft het wat waaien. En zij zullen voor die tijd allemaal even een korte inleiding, een korte toespraakje op te houden. Ik wil beginnen met Martin Kirchner. Dat is dan, zoals vaak de voorzitter van de stichting van de molen-eigenaar. In dit geval is het de belangrijke eigenaar en gebruiker. Martin, alsjeblieft. Oké, Ruud, dankjewel. Ja, mij is gevraagd om vooral even wat te vertellen over de verbinding met de Baalderborggroep. En vooral niet te praten over de molen. Dat zou ook heel gevaarlijk zijn, want ik heb al gemerkt dat er een aantal molenmannen om mij heen lopen die er echt verstand van hebben.
En ik heb in de loop van de jaren wel wat opgestoken, maar daar ben ik niet mee te vergelijken. Dat is me wel helder, dus dat zult u met hen moeten doen. De Baaldeborg Groep is een organisatie die vooral zorg en ondersteuning en begeleiding verzorgt voor ouderen en mensen met een beperking. Maar wat wij daarin heel belangrijk vinden is dat je een goed leven hebt. Dat is bij ons de essentie. Je moet een goed leven hebben en bij een goed leven hoort ook een goede daginvulling. En als je kunt een beperking hebben, maar dat neemt niet weg dat je ook kunt werken. En dat vinden we heel belangrijk. We vinden dat iedereen recht heeft op goede huisvesting, goede zorg, ondersteuning, begeleiding, maar ook goed werk. En nou is dat goede werk voor mensen met een beperking, want daar hebben we het vooral over. De ouderen die hebben al gewerkt bij ons. Die hebben ook dagbesteding, maar dat noemen we meestal geen werk meer. Maar wat heel belangrijk is, is voor mensen met een beperking dat ze werk hebben wat ertoe doet. En dat is toch niet zo makkelijk te organiseren als je denkt. Wat wij het liefst zouden willen, is dat al onze cliënten, dat die werken in het gewone bedrijfsleven. Dat doen ze overigens ook, maar dat zou wat ons betreft veel meer kunnen. Nou, dat gaat niet vanzelf. En omdat dat niet vanzelf gaat, betekent dat wij zelf ook een aantal werkbedrijven hebben. Zo is bijvoorbeeld de Zwiezenborg, is een bekend werkbedrijf van ons hier in de omgeving. Maar in feite deze molen ook. De molen is niet van ons, dat zult u begrijpen. Wij huren hem voor dat deel wat wij voor onze cliënten gebruiken. En onze cliënten die hier werken, dat zijn mensen die werken bij de Baaldeborg Groep of die komen van de Boslusschool. We hebben ook wel cliënten vanuit de geestelijke gezondheidszorg of vanuit reïntegratiebedrijven. Op dit moment zijn die er niet. We hebben 8 cliënten aan het werk. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen met een beperking. De reden dus dat wij deze molen wilden gaan inzetten, is dus om ervoor te zorgen dat onze mensen goed werk hebben. En daar komt bij dat door die combinatie van de Baaldeborg Groep en deze molen, hebben we ook dit bedrijf kunnen continueren. Want anders was er in 2014 geen opvolging geweest. Dan zult u zich misschien afvragen, ja, wat doet nou een zorgorganisatie met een molen en met een bakkerij? Nou, we hebben dat heel goed uitgezocht. We hebben dat door een extern bureau laten onderzoeken en ik noem dat altijd ons krentenbollig-volgsysteem. We hebben alle krentenbollen geteld en al die andere dingen, die hebben we bij elkaar opgeteld en toen hebben we geconstateerd, nou, als we het nou zo en zo doen, dan kunnen we met onze cliënten ervoor zorgen dat deze molen blijft draaien en dat er goede dingen gebeuren. Wij hoeven hier niet heel fors aan te verdienen. We vinden het wel fijn als we wat overhouden. Dus er is nog ruimte voor verkoop. Dus als u denkt van nou, ik wil hier graag mijn brood halen, heel graag. Ruimte genoeg. Maar wat voor de Baaldeborg Groep vooral van belang is, zorgen dat onze cliënten goed werken. Nou, daar slagen we goed in. Ik heb begrepen dat we op dit moment zo'n, in ieder geval qua brood, we doen hier een heleboel dingen. We hebben brood, we hebben meelproducten, we doen van alles. Maar op het brood zitten we op dit moment op zo'n 200 per dag. En dat willen we graag nog een beetje omhoog hebben. Maar wij vinden dat voor die anderhalf jaar dat we hier nou bezig zijn, eigenlijk toch wel een heel goed resultaat. En iedereen is hier heel tevreden. Dus wat dat betreft, helemaal goed. Nou, dat is de verbinding die we hebben als Baaldeborg Groep. We zijn hier erg blij mee voor onze cliënten. En nou, ik wens u een hele fijne molendag. En dan laat ik het praten over de molen, laat ik echt aan de kenners over. Dank u wel. Dank u wel, Maarten. De volgende spreker is de burgemeester van de gastgemeente, Harderberg. En Harderberg heeft 4 molens op zijn grond gebied. Ja. Wij zijn het meer. Zou er nog meer zijn? We gaan even tellen. Anen. Slagharen. Halbrug. Ja, maar dat is een privémolen. Ja. Maar het is een molen. Oh, okay. Dus dat is de vijfde namelijk. Dat is de vijfde. Had ik het toch goed als burgemeester, daar ben ik wel blij mee. En Harderberg? Ja, doen we. 2 molenballen. En dan de als we kijken naar de gemeente heeft dus 5 molens. De gemeente Tubbergen heeft er 7. En uiteindelijk zijn er in Overijssel 67 molens. En dat is ongeveer 10%
van hetgeen op het grondgebied van Overijssel in de loop der tijd hebben gestaan. 700 molens. Dat is niet door mij uitgezocht, maar door mensen die er nog veel meer van weten. En die 10% is een deel van wat Nederland nog heeft. Een kleine 1200 molens. En dat is ook weer 10% van wat er ooit 12.000 in de eeuwen in Nederland heeft gestaan. En ik riep er straks al afgebrand door bliksem. En dat is natuurlijk heel veel wat er gebeurd is. Molens die wel herbouwd werden, molens die niet herbouwd werden. Maar uiteindelijk hebben we nu nog 10% van wat we ooit hadden. En als we kijken naar wat die molens allemaal konden, wat ik al zei, industriële machine, er is geen werksoort die we kunnen bedenken, die dan geen molens bij werden gebruikt. Oliemolen, houtzaagmolen, korenmolen, watermolen, waterpompmolen, noem maar op, het kon allemaal. Maar Hardenberg, 5 stuks en die mogen ze trots op zijn. En ook goed bewaren. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ik dacht, ik hoef mijn toespraak niet meer te houden, want het wordt al geregeld allemaal. En wat ik had willen zeggen is al gezegd. En ik had zo eens even geteld, maar laat ik vooral beginnen met iedereen hier welkom te heten in Radewijk. En voor zover niet uit de gemeente ook welkom te heten hier in de gemeente Hardenberg. Ook in het bijzonder de voorzitter van de Overijssel Molenstichting, Pieter van der Ven. Fijn dat je er bent, Pieter. Ik begrijp nu ook waarom je voorzitter bent, omdat Terbergen 7 molens heeft. Daar ligt ongetwijfeld een causaal verband, dat weet ik wel zeker. Maar welkom in Radewijk, want ik noem Radewijk zelf altijd een beetje het neusje van de Hardenbergse zalm. En als u op de landkaart kijkt, en u kijkt naar de gemeente Hardenberg, en dan kijkt u naar het uitsteeksel, de neus van de gemeente Hardenberg. Ja, en dat is inderdaad dit prachtige gebied hier, dat is inderdaad Radewijk. Heel veel mensen kennen het wel, gelukkig. Maar er zijn nog veel meer mensen die Radewijk nog steeds niet kennen. En nou, volgens mij, ik beschouw het ook maar ook als een persoonlijke opdracht. Het is de moeite waard om mensen Radewijk en vooral de omgeving van Radewijk te laten leren kennen. Want hier gebeuren hele mooie dingen. Of het nou op een boerderij is, of in een huis met een kunstgalerie. Of hier bij de molen in Radewijk, Windlust. Dit is heel bijzonder wat hier gebeurt. Dus toen er in het college gezegd werd van dan op dinsdagmiddag kijken wij altijd even de uitnodigingen door. Wie gaat waar naartoe? Toen heb ik direct mijn hand opgestoken en u weet hoe dat gaat. Als de burgemeester hand opsteekt, dan is hij eerst aan de beurt. Ik zeg, jongens, ik ga naar Radewijk. Want ik wil heel graag naar die molen toe. Want ik vind het heel bijzonder en ik heb zelf ook wel iets met molens. Ik vertelde net al tegen de molenaar. Ik kom zelf uit de molenaarse familie, uit het Drentse. Dus het deed me ook al goed om te horen dat deze molen eigenlijk uit Oost-Dresselen komt. Dus dat, dat voelde ook wel weer goed. Dus dat gevoel dat klopt. Maar ja, een molen, dat is symbool van werklust, van landschap, van natuur. De krachten van de natuur, maar ook vooral ja, hard werken. En eerlijke producten maken. En dat is wat hier gebeurt. Hier bij Windlust. En wat dan ook heel mooi is en heel bijzonder is, is dat dan ook samen nu de combinatie is gevonden. Sinds eind 2014, 2015 met de Balenborg groep. Om ook samen met de cliënten het meel te malen, in te pakken en die producten te verkopen. Dus ja, hele mooie win-win situatie wat mij betreft. En daar ben ik heel erg trots op als burgemeester dat dat in je gemeente gebeurt. In één van die inderdaad 5 molens die we hebben. Maar gelukkig ook met de andere molens gaat het goed hier in de gemeente Hardenberg. En er staan nog een paar stompen ergens nog. Ik geloof ook in Demensvaart. En in Marienberg staat ook nog een stomp. Lutten staat ook nog een stomp. Dus we hebben eigenlijk nog 3 te gaan. En als ik dat goed tel, dames en heren, dan komen we op 8 uit. En dat is toch net 1 meer dan in Terbergen. En misschien moet ik daarmee dan ook het woord wel overgeven. Ja, maar dat laat ik graag aan de gasten hier over. De Haarmolen. De Haarmolen. Heb je ook nog niet genoemd. Die heb ik ook nog niet genoemd. En die staat in. De Haarmolen staat. Ja, maar dat behoorde bij de 5 die ik al had, zeg maar. Dus die is er meegeteld. Ja. Maar goed, belangrijk is dat we hier vandaag samen zijn bij de opening van de Overijsselse Molendag. En natuurlijk is het vandaag ook Open Monumentendag, want ook in de andere delen van de gemeente hebben we prachtige monumenten nog. Onder andere het klooster in Sipkilo. En dat zegt ook wel iets dat het ook goed is om aandacht te hebben voor de cultuurhistorie. Meer dan ooit hebben we dat in deze gemeente ook. En dat is ook goed om daar bij stil te staan, bij het verleden. Maar vooral ook te kijken, wat kun je ermee doen naar de toekomst. Dat gebeurt hier in Radewijk. Dat gebeurt samen met de Balenborg groep. En daar ben ik alleen maar trots op, zoals ik net al zei. Ik wil de stichting veel succes wensen met haar werkzaamheden in Overijssel.
En ik hoop dat we hier vandaag op de streekproductenmarkt een hele mooie dag hebben met elkaar. Dank jullie wel. Nou ja, burgemeester, je hebt het al aangehaald. Nog 3 molens te gaan, 3 keer 1,5 miljoen en wij hebben er 8. En dan streef je te bergen voorbij. Ja. Goed, het is jammer dat het niet is. In Gramsbergen staat ook nog een stomp. Het is in de jaren dat ik dus dit mag doen, die organisatie, is de gewoonte dat we de gedeputeerden, overijs gedeputeerden voor cultuur uitnodigen. Die was ook dit jaar natuurlijk uitgenodigd, maar door andere omstandigheden kon zij dit keer hier niet zijn. Anders had ze ook een speech gehouden op dit moment. Maar daarom nu is het Pieter van der Vinnen, voorzitter van de Stichting Overijsselmolens. Pieter, welkom. Hartelijk dank. Ik kan jullie, en dat mag ik, jullie alle groeten van de gedeputeerde Hester Maai. Want die sprak ik gistermiddag. En toen zeg ik, Hester, ik zeg van, goed, nou heb ik toch gehoord dat hij morgen vroeg niet komt. En nou komt het. Waarom is ze er niet? Dat is altijd belang boven belang. Haar man is jarig. Dus ik zou zeggen, gefelicitaties aan Hester en vooral aan haar man. En dat is maar één ding. Uiteindelijk, ik weet wat besturen is, ik weet ook hoeveel tijd dat kost. En ik weet dus ook dat dan op een gegeven moment een gezinssituatie, een huiselijke situatie, gewoon prioriteit heeft. Maar ik weet ook, en dat wil ik hier toch neerzetten, dat is namelijk dat ook bij deze restauratie de provincie langs zij gekomen is. En dan is het niet alleen van belang dat er op een gegeven moment euro's zijn, dat is heel belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat er binnen de provincie een geest is om op een gegeven moment cultureel erfgoed, waar molens dus ook onder vallen, om dat gewoon nu, maar ook in de toekomst veilig te stellen. Ik zag zo even nog een statenlid en die heeft onlangs samen met al die genoten van hem de cultuurnota vastgesteld. En in de cultuurnota van de provincie is ook wederom goede, stevige aandacht juist voor monumentaal of cultureel erfgoed. Nou, en daar mogen we met z'n allen blij om zijn. Als organisatoren, als mensen die zich daarvoor inzetten. Maar wat nog veel meer belangrijk is, dat we dat uiteindelijk doen voor de samenleving. En die samenleving die moet weten wat de historie was. Ik sprak zo even mensen van de oude molenaarsfamilie, zo mag ik het denk ik wel duiden. Terug naar de roots, verbondenheid. En die verbondenheid inderdaad met zo'n molen, met zo'n activiteit, die wordt natuurlijk het meest verpersoonlijkt in molenaarsfamilies. Maar uiteindelijk, allen hier omheen, op enige wijze heeft u ook betrokkenheid. En dat zien we bij deze molen, dat zien we bij heel veel, gelukkig heel veel Overijsselse molens, dat er zich vaak een heel groot deel van vrijwilligers zich groeperen om die molen, om daar ondersteuning te geven. Hartstikke belangrijk. Toen ik vanmorgen nog eens eventjes zat te googlen, zo van Molen Radewijk, en echt mijn felicitaties aan u allen. Maar er waren een aantal ingangen. De ingang, sowieso de eigen website. Wikipedia, ook een beschrijving van de molen. Landmark, Facebook link. Zo zag ik een aantal, maar ook de link met de Baldenberggroep. En toen ik dat hele palet langs me heen liet gaan, toen dacht ik van, eigenlijk, voorzitter Stichting Overijsselse Molen, want in de hoedanigheid sta ik hier. Ik kan gewoon hartstikke trots zijn op dit voorbeeld. Maar wat is nou het geval? Onze doelstelling als stichting is om maalvaardige molens te hebben. Molens te hebben die nu en in de toekomst gezekerd zijn dat het doorgaat. En daar hoort maalvaardigheid bij. Maar bij maalvaardigheid, enkel de wieken laten draaien en meneer de molensteen, ik zeg het nou even heel simpel, dat is te weinig. Het gaat erom dat van A tot en met Z alles klopt. En dat wil dus zeggen dat je moet malen, dat je een product moet voortbrengen, dat je verbinding moet hebben met mensen. En wat hier heel specifiek is, is inderdaad gewoon de sociale factor in het geheel. En echt chapeau ook dat u daar ingestapt bent. Felicitaties daarvoor en felicitaties voor ons allen. En dat u dat weet te verwaarden. Natuurlijk, goede doelstelling, 200 broden is niet genoeg, moet er meer worden. Dat vind ik ook de goede ambitie.
kijken of je inderdaad toch nog weer meer kunt presteren. En die verbinding, dat maakt dat die toekomst hier van deze molen er gewoon net zoals vandaag heel zonnig uitziet. Als laatste, en dat doet me ook deugd, dat is namelijk dat het bestuur van de Stichting Overijsselse Molen op twee na voltallig aanwezig is. Waarom zijn die andere twee er niet? Die hebben ook molens. Maar in ieder geval, kortom, ik zag de heer Boukes, ik zag de heer Van der A, ik zag de heer Eckert en ik zag de heer Kuiper. En in ieder geval, ik ben blij dat we met zo'n grote opkomst van het bestuur ook hier, maar ook dat zijn vrijwilligers, uiteindelijk hier blijk geven dat we dit graag ondersteunen. Ik wens u naar de toekomst toe allen heel veel succes. En ik hoop dat Windlust, vandaag moet u wel echt heel graag die Windlusten, want dat is niet zo'n moment. Maar gelukkig, dat mag nog net niet. Volgens mij heeft hij ook net een proef gedraaid, volgens mij gaat dat nog lukken ook. Maar in ieder geval, veel succes voor de toekomst. Hartelijk dank. Goed, dames en heren, we gaan nu over tot het officiële deel. Dat betekent dat de heren sprekers naar boven gaan, fotografen gaan uiteraard mee. Ieder wat. We kunnen niet allemaal, denk ik, op de stelling, maar kijk maar wat erop kan. Eerst in ieder geval de sprekers en de fotografen. Ik dank u. Zo. Oh, je zult wel molenaar zijn met dit weer. Ja. Dat is toch geweldig? Ja, dat is goed. Ja. Oh, Mildermans, ja. Kon om niet, ja. Mildermans. Nou, heren. Nou, Wim. Misschien mag ik uitnodigen. Jij leidt ons. Ja, Martin. Hij is de enige die niet weet wat ik ga doen. Ja, maar je gaat zo omhoog, hè, dat weet je. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Wat moet ik doen? Gewoon lekker, hè. Wij staan erbij. Oké, precies, ook goed gaan. Ja? Oké. Ja, Pieter. Gaan we die burgemeesters deze maar ook straks de kop luien? Oh, nou, ho, rustig. Ja, de midden ging niet. Wat deed je nou? Even om de kop naar haar. Nou, dit is dus de vak. Die voelde nog even een ander kantje, maar dan rijden dit er allemaal op, hè? Soms kan je maar tegen dat grijs aan te kijken. Oh ja, dat is niet zo leuk, hè? Je moet het groen hebben, hè? Nou, een beetje, ja, een beetje eigenlijk wel. Dan mag je, ja, zo. Vertel je handen. Kijk, daar is bij de arm niet voor het gezet hebt. Dankjewel. Ja. En je doet het elke dag met natuurlijk zo'n opening. Ja. Ik heb Max, dankjewel. Ja. Maar leuk dat jullie Ja, en dan heb je ook toen niet gezien dat je daar de opening was, maar dat was hartstikke goed, mooi. Maar ik vond het machtig mooi om bij mijn opa altijd te zijn. Ja, dat is nou mooi. En onze oom, die had een oude zagerij daar. Oh, dat is die oude zagerij. Ja, ja, dat weet ik. En een broer van die oom had een bakkerij op de Hintplaats van zijn oom. Was ook toen een rol aan bakkerij. Ja. Een café daarvoor was ook een café. Ja, dan bij de kruising, hè? Hier op de Hintplaats. Ja, hier op die boerderij, daar was een cafeetje voor in de dag, heel vroeg. Ja, is al heel lang. Toen zie je, ja, mooi, nu zie je hoe mooi het is. Ja. Toen zag je dat niet, hè? Nee. Mooie, ja. En de school die zat toen nog? Die kant op, ja. Ja, ja, wat nou het dorpshuis is. Ja, was nu dorpshuis. Dat was onze school, ja. Ja, maar die school, er is nog steeds school, hè? Ja, ja. Ja, de school werd erbij, gingen we al langer. Ja, maar dat was in dorpshuis. Dat is niet te zeggen. Ja, ik word op. Ja, mooi. Ja, ja, maar daar is wat dat betreft. Dat was niet. Dit met een trekje. Komen nog even. We hebben gewoon een beetje een zon aan. Ja, dat weet ik al, maar het. Had ik dit. Wil je nog één omhoog? Goeie. Doe maar omhoog. Was er nog één omhoog? Dat was Hendrik van Houselt. De molenaar van voor tevoren. Ja, dat zijn we weer. Ja. Ja, dat heel goed. Ik begin ongeveer te verdampen. Het was onze bochtmaker. En dan okay. Laat je pas op 100. Nou ja, iedere molenaar maakte de molenaar zijn eigen mogelijkheden. Ik
En de roep met de West, dat is niet origineel, maar dat is de grootste kul. Ja. Ja, die heb je dus de geur hebben tot deze week hebben ze het pleister van het stukwerk. Ja, maar boven, ruik je wel. 3 jaar terug stond we in Hasselt, stond met een grote paraplu boven je collega. Stro! Ja. Dus dit is wat anders. Ach, daar heb ik Hasselt vergeten te zeggen. Goed. Ik ga het voor de molenprijs. Een nieuwe bus. Dan moet een nieuwe bus komen. En dan kijk je mij aan, dan moet ik oplossen. Dat gaat vast een keer gebeuren. Klaas. Mooi dat jullie hier zo met elkaar zijn. Dikke deur erin. Ja, aan de steekpaal die jongens heeft. Laatste blik op de mol. Ja. Blik dat ze nog met elkaar staan, niet de mol. Ja. Laatste blik op duo. Ja. Kom al in bakkie staan. Woordel, ja. Zo. Kom net op de voordeel. Film. Ja, het is een film. Ja. Nou, goed, welkom. Leuk. Dankjewel. Ja, dit is zeg maar hier, je bent hier altijd aan omlopen en dat is de eerste waar we 's morgens beginnen. Kijken waar de wind vandaan komt. Kijken waar we de wieken neer moeten gaan zetten. Dat doen we dan met het kruiwerk. Dat is het geval dat er aan hangt. Vroeger deden ze dat met een grote rad. Er zat dan een dik stuk touw aan of een ketting of een kabel. En dat werd dan elke keer verlegd. Dan moest je met handkracht de molen omkruien. Wij doen dat nu elektrisch en ik ben er wel heel blij mee, moet ik eerlijk zeggen. Omdat, het is wel 20 ton wat je omdraait, dus... Oh, je moet hem elke keer verzetten? Je moet hem elke keer verzetten, ja. Vanmorgen stond die hier nog zo'n beetje. Dus we hebben hem bijgedraaid, want de wind die komt nu daar vandaan. Nee, gisteren kwam de wind daar. Als je nou hier draait en je komt hier, dan maak je wel oppassen. Ja, maar ik heb aan de andere kant nog een deur zitten. Oh. Ja. Daar is over nagedacht. Is over nagedacht. Ja. En dan worden de zeilen voorgelegd. Nou, wat is nou ongeveer de snelheid van weet je? Nou, deze draait redelijk hard. Wij draaien meestal rond de 70, 80 enden per minuut. Dus 80 keer per minuut komt er aan de wiek voorbij. Ja, klopt. Nou, als je dat deelt door 4, dan heb je het aantal toeren per minuut. Dus dat gaat best wel hard eigenlijk. Zeker als je 80 loopt, dan
begint te behoren. Als je daar een klap van krijgt. Hoef je niet weer, hoef je niet na te tellen. Dat kun je niet na vertellen, laat ik het zo zeggen. Dat gaat heel hard. Ja. Je zeilen voorleggen, je wollen of je halve of twee halve, twee volle. Dan kun je heel veel variëren om de snelheid te bepalen. En als je met twee maalstenen gaat draaien, dan zul je meestal vier volle zeilen voor moeten leggen, anders kan je niet trekken. Dus met de steen die zo... Die stenen wrijven gewoon over elkaar. Oh, ja. Daar gooi je dat graan in. Daar gooi je het graan in. Ik zal je straks even laten zien. Niet hoe die werkt, maar dan kun je de stenen even zien. En dan ben ik verantwoordelijk voor het molengedeelte. Ik ben dan verantwoordelijk voor de hele productie van meel en voor de bakkerijen en voor de mixen. Voor dat soort dingen. Een beetje verstandelijk van de bakkerij toch? Een beetje van de bakkerij. Ik Nou ja, ik weet niet een bepaalde bakkwaliteit op. En dat geef ik ze door aan de inkomsten. Deze steen is met de mottersteen, op de motor en op de wind draaien. Deze twee stenen die draaien op de wind, waarvan we deze nu gebruiken. En die nog niet. Die moet alweer gebruikt gaan worden. Die is op elektrisch, zei u. Ja. Maar vroeger mag het toch geen elektrisch? Nee, vroeger lag die er ook niet. Die hebben ze later een keer ingezet, bijgezet, om elektrisch te kunnen malen. Van wind alleen lukt het niet. Nou, hier liggen dus maalstenen in. Deze steen is de windsteen. Die maalstenen zijn helemaal ingepakt, er zit helemaal een jasje omheen. Anders krijgen de stenen het koud. Moet ook niet, natuurlijk. En dat wordt in gemalen. Als ik dat niet zou doen, geen bak omheen zou zetten, dan waait alle meel alle kanten op. Dus de meel wordt binnen dat huisje zeg maar, vastgehouden. Er zit aan de zijkant van de steen zit een schraper, die voert alle meel naar deze opening, of opening aan de achterkant. Dus deze opening trek je schuifje eruit en dan komt het meel één verdieping lager naar beneden. Hoe krijg je dat meel ertussen, dan, tussen die stenen? Dan? Nou, we hebben hier een schuddebak zitten, daar. Nee. Ik ga weer stappen, waar zit ze weer?